Deze video is mede mogelijk gemaakt door de brochure De Coronacoep van Cultuur onder vuur. Bestel nu kosteloos onze exclusieve brochure op coronacoep.nl en lees het echte verhaal. Mijn naam is Paul Cliteur en ik ben hier voor Café Weltschmerz met Marie-Thérèse ter Haar. Die een ontzettend, dat begin ik maar meteen mee, een echt een heel mooi boek heeft geschreven. Echt leuk. We zijn denk ik allemaal als niet-Rusland-kenners overvallen door de gebeurtenissen natuurlijk met de Russische Federatie en Oekraïne. En dan, ja. Ja, dan ben je echt op zoek naar een boek, niet iets van 500 pagina's, maar van een overzichtelijk omvang. Wat je nou eens doet begrijpen, de crisis waar we op dit moment in verzeild zijn geraakt. Mm. En ik heb dit boek gelezen. Ik heb het inmiddels ook al besproken voor verschillende voorraden. En ik vind dit is echt een aanrader. Dus daar begin ik mee. Rusland en het Westen, zijn nou gek of zijn wij het? En dan weer met een andere ondertitel. Ruslands actuele geschiedenis in de westerse verslag en de westerse verslaggeving hiervan. Ja, daar zit al heel wat in. Hè? Laten we beginnen bij Rusland en het Westen. Enerzijds horen ze bij elkaar. Anderzijds dreigen ze uit elkaar te gaan. Zeg ik dat goed? Heel goed. Ja? Het tragische van het verhaal. Ja. Dus ontzettend fijn. Dank je wel dat je dit zegt. Het is een klein boekje. Ja. Iets van 180 bladzijden. En het is nooit mogelijk om de hele geschiedenis te behandelen. En uiteraard één mening. Maar ik heb wel een beetje de pech dat het de afgelopen januari, 3 weken voor de invasie, lag het op de pers. Ja? Ja, dus dat houdt in dat de afgelopen half jaar het drama wat is losgebarsten tussen Europa en Rusland er niet in vermeld heeft kunnen staan. Maar dan nog, dan geef ik hier bij Weltschmerz wel genoeg updates daarover. Ja. Überhaupt om deze achtergronden te hebben, om deze oorlog te begrijpen. Ja, ja dat mist voor mijn gevoel ook in de, niet alleen in het huidige debat, Paul, maar het mist al 30 jaar lang. Ja, het is interessant dat je dat nou zo zegt, hè? Ja. Dat je dus die invasie zelf niet hebt kunnen beschrijven. Mm. En dat dit boek net van voor die tijd is. Mm. Het kan ook een beetje de kracht van het boek zijn. Mm-hmm. Hè? Dat je dus denkt van, wat als je dit nu zo allemaal leest, hoe kan dat dan toch gebeurd zijn? Mm-hmm. Hè? En er wordt natuurlijk over gespeculeerd. Hoewel ook weer niet, vind ik, voldoende. Want uiteindelijk, dat vind ik dan weer gek. Je ziet wel, er komen allemaal regeringsleiders of voormalige regeringsleiders die komen naar voren. Mensen die Poetin hebben meegemaakt en die dan allemaal zeggen, nou ja, toch leek best de goede kant uit te gaan. Mm. En het eindigt allemaal met een groot vraagteken. Mm. En er zijn maar heel weinig mensen die de voorgeschiedenis laten zien. En dat staat wel allemaal in dit boekje. Dus, dus van 1991 tot 2022 is er heel veel gebeurd. Er is heel veel. Er zijn veel westerse instanties geweest, zakelijke instanties, politici geweest, die allemaal zich hebben bemoeid met datgene wat er dan met name in Oekraïne gebeurde. En dat verklaart toch enigszins de interventie of de invasie, hoe je het ook wilt noemen, van Rusland in daar, toch? Of niet? Nee, je zegt het goed. En daarin ben ik ook heel erg blij met je woorden en met je recensie. Ja. Dat de afgelopen geschiedenisperiode mist totaal wat daar in 30 jaar is gebeurd. Ja. En ik blijf ook zeggen, dat land was zo ongelooflijk Europees ingesteld. En na de val van het communisme hebben die mensen ook een beetje idealistisch gehoopt. Mm-hmm. Van, moet je nagaan, je bent toch de verliezer van een oorlog.
van een koude oorlog. Maar je bent voorop gefocust geweest op Europa. Mm-hmm. Nou, en dat is in 30 jaar tijd misbruikt voor een groot deel, blijf ik zeggen. Heel erg jammer. Ja. Met alle goede bedoeling van de Westerlingen, van sommige Amerikanen. Maar dat er een bepaalde strategie heeft plaatsgevonden. En dan blijf ik terugkomen op de Wolfowitz-doctrine, die we in Nederland niet kennen. We waren in de jaren 90 en de roaring 90s. Ja. Het ging ons goed. Amerika met name heeft toch waarschijnlijk te veel gedacht dat ze nu de alleenheerschappij in de wereld konden hebben. Maar daar is het fout gegaan. En dat mist. En dat ben ik blij dat je dat van het boekje eruit tilt. Nou, dat is heel interessant. Maar het is ook, denk ik, van belang dat we die Wolfowitz-doctrine dan ietsje nader belichten. Mm. Ik ben zelf in 1989, dat was eigenlijk het moment van het vallen van de Berlijnse muur, ben ik gepromoveerd in Leiden op een proefschrift over conservatisme. Mm. En ik was dus geïnteresseerd in die hele conservatieve traditie, de Franse conservatieve traditie en de Duitse, ook een beetje de Russische. Mm. Maar ook in de neoconservatieve. Mm. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik... ik vond ze interessant. Mensen als Poderitz en Irving Kristol en later ook die Wolfowitz. Die wilden de liberale idealen verdedigen. Mm-hmm. Maar niet alleen door lippendienst aan te bewijzen, maar eventueel ook door te interveneren in andere landen. Mm. En die Wolfowitz-doctrine, als ik het goed zeg, dat is de moed één... macht overblijven in de Verenigde Staten. Mm. En we zijn op dit moment, op het moment dat die Wolfowitz ook... wat is het, 1993 of zo? Ja, 93. Ja. Dus in 93 formuleert hij dat, Wolfowitz. Aanvankelijk zou dat een intern stuk geweest moeten zijn... waarin hij dus dat uitspreekt. Maar de New York Times, die heeft daar de hand op kunnen leggen... en die heeft openbaar gemaakt wat eigenlijk die plannen waren van Wolfowitz. Gelekt. En dat is dus een veel, je kan misschien ook zeggen assertievere, maar je kan misschien ook zeggen agressieve buitenlandpolitiek die met zich meebrengt dat je ook probeert om bepaalde omwentelingen in landen te stimuleren waar dan een nieuw bewind kan komen dat vriendelijker is voor de Verenigde Staten van Amerika dan het bewind dat er zat. Dus het is een beetje de voortzetting van de Koude Oorlog met andere middelen misschien. Ja, absoluut. Ja. En dat het zo uit de hand kon lopen, dat is, daar blijf ik gewoon bij. En ik ben voor onafhankelijkheid en van Rusland en van Oekraïne en van alle staten die uit dat Sovjetblok tevoorschijn kwamen. Ja. Maar het is ook buitenproportioneel op een manier gedaan, zeg het maar, geef het maar een shocktherapie. Waar ook goede mensen bij zitten die dachten, net als in Oost-Duitsland, wij kunnen dit het beste snel gaan hervormen. Denk aan het Jeffrey Sachs. Ik bewonder die man vandaag de dag. Die is erg aan de alarmbel aan het hangen. Mm-hmm. En 30 jaar geleden heeft hij gewoon gedacht, ik kan dat economisch snel hervormen. Maar die had ook te laat door, dat merk je aan zijn onmacht vandaag de dag, dat er eigenlijk niet alleen hervormd moest worden, maar dat er een doctrine achter zat om die Russen als het ware buitenspel te houden. Daar komt het in het kort op neer. Dus onafhankelijkheid heel belangrijk, maar we hebben veel te weinig geweten van het volk, van het land. En ik blijf ook zeggen, Rusland hoort bij Europa, Oekraïne hoort ook bij Europa. Ja, en de communistische tijd heeft daar natuurlijk een 70 jaar dat we van elkaar gescheiden waren. Ja. Maar ik heb als Westerse vrouw er zo van staan te kijken hoe hoog opgeleid die mensen zijn. En laat dat misschien niet zijn zoals wij de nadruk hebben gelegd in de jaren 60 op vrijheid, op mensenrechten, op democratie. Mm-hmm. Maar ook op consumptiemaatschappij en ook op materiële welvaart. Dat was daar natuurlijk minder. Ja, dat zag ik echt wel. Mensen woonden in flatjes en dat was met lada's. En het leek allemaal een simpel leven. Niet armoedig, maar ik kwam echt met westerse vooroordelen het land binnenzeilen.
Maar dat, ja. Ja. Weet je wat ik interessant vind en wat je hier nu zegt? Kijk, ik weet zo goed als niks over Rusland. Ik ben er nooit geweest. Maar ik hoor je nu zo zeggen dat... En dat heb je trouwens ook heel mooi beschreven. Hè, hoe men dus daar de kunst en de cultuur hoog heeft zitten. Ik heb altijd gedacht... In mijn naïviteit heb ik gedacht... Oh, dat is natuurlijk dat Marxisme-Leninisme. Dat is westerse invloed en begrijpelijk. Maar nu denk ik, nee, dat gaat verder terug. Hè, dat is al in de tsarentijd was het ook zo. Er werd Frans gesproken. Er was een oriëntatie op kunst en cultuur die veel verder teruggaat dan dat Marxisme-Leninisme. Mm-hmm. En dat Marxisme-Leninisme heeft dat in een zekere zin wel versterkt. Want ik heb dan mijn werkzame leven doorgebracht. Ik heb bijna 40 jaar lesgegeven aan de Universiteit van Leiden. Maar ik heb een hele lange school educatie achter de rug. Een beetje autodidact. Ik heb op de MAVO gezeten, op de HAVO gezeten. En ook op de hogere economische school in Amsterdam. Het Raamplein was dat toen. En dan kon je in de pauze ging ik die Leidse straat inlopen. En daar zat toen boekhandel Pegasus. Ja. Dat was de communistische boekhandel. En en dan kocht ik... En dat vond ik zo fascinerend. Dan kocht je daarvoor voor twee gulden of zo. Ja. Niet alleen de boeken van Marx en Engels kan je dan natuurlijk kopen. Maar ook allerlei klassiekers uit de geschiedenis van de filosofie. In het Duits. Toen ben ik ook flink wat Duits gaan lezen en zo. Toen dacht ik, wat mooi eigenlijk. Die belangstelling om voor heel weinig geld... die hele filosofische traditie... nou ja, niet helemaal... maar toch een groot deel van die filosofische traditie... beschikbaar te maken. Hè? Ja. Dus dat was eigenlijk voor het eerst dat ik geconfronteerd werd... toch met een zekere oriëntatie op kunst en cultuur. Mm. Weliswaar vanuit marxistisch perspectief. Dus dat zit er ook in. Hè? Maar wat ik geleerd heb uit jouw boek... En dat was helemaal nieuw voor mij, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik, in 1989, toen die muur viel... Toen dacht ik ook, dat was Fukuyama's essay. Hè? We zijn nu allemaal liberalen geworden. En ook in Rusland, hè? Allemaal liberalen. Dan krijg je dus de Yeltsin-periode. Ik dacht, ja, die mensen gaan nu allemaal uit de overheidsdiensten. Die gaan gewoon allemaal eigen bedrijfjes beginnen. Maar dat was al heel snel, was dat een beetje... anders. En als ik het dus nu lees, we kregen in 1993 kregen we Huntington, die zei al van nee, er zijn verschillende culturen, dat gaat allemaal niet zo makkelijk als Fukuyama denkt dat het zal gaan. Maar als ik nu jouw boek lees, dan denk ik, ja, eigenlijk is het ook heel begrijpelijk. Dat kan ook niet van de ene op de andere dag. Je kan niet die knop omzetten ineens in 1991. Nou, nu eerst deden we het zo, nu gaan we het allemaal anders doen. Mm-hmm. Dat is heel naïef om dat te denken. Dat vooronderstelt toch ook een hele manier van... een handboek voor een veranderingsproces. Helemaal. Toch? En dat is er niet geweest. Dus er zijn allemaal mensen daar op die markt terechtgekomen. Die allemaal daar vaak met hun eigen belangen. En dat is dan, begrijp ik dan, de periode. En eigenlijk kon Yeltsin daar niet mee omgaan. Daar is een hele hoop, mag ik zeggen, dat land is leeggeplunderd. Of in ieder geval pogingen zijn ondernomen. Ja. Er waren echt heel weinig mensen die daar verder plannen mee hadden. Ja. Dat was toch ook... al die tijd heb ik daar hier in Nederland ook niet zo heel veel over gehoord. Over hoe je daarmee om moest gaan. De overgang dus van een centraal geleide economie naar een heel ander systeem. Hoe doe je dat? Er was weinig aandacht voor. Men dacht allemaal dat het ging vanzelf. Ja. En wat is de rol van Poetin daarin geweest toen? Ja, nee, maar dat is nu een beetje het zwarte... Dat is nu sinds de invasie natuurlijk het zwarte schaap terecht ook. Ja, jij verwerpt overigens ook die invasie. Ja. Je zegt, dat is verkeerd. Ik weet wel waar het doorgekomen is. Hè? Ja. Maar
Tot op de dag van vandaag is het voor mij een grote shock. Ik zit tussen de Oekraïners en de Russen. Maar we vliegen van de middeleeuwen naar de 19e eeuw en naar het communisme. En naar, dus ik moet heel even... Kijk, wat jij terecht zegt, in die oude tijd... Is het die Dostoevsky en die 19e eeuwse tsaren en de grote Tolstoys die wel verbonden zijn met Europa, koningshuizen en met cultuur. Ja. Maar het is de elite. En daarin vind ik dat Rusland verschilt van Europa. En daarom gaat vandaag de dag de democratie of het middenklasdenken moeilijker dan wat wij gedacht hebben. Mm. Het verschil met Europa en West-Europa is dat in die 19e eeuw, 18e eeuw, 17e eeuw... heb je een elite en het volk waren grotendeels lijfeigenen. Ja. Kan 90% zijn, 93. Dus je was een arme sloeber. Ja. En je werd kort gehouden. En je kreeg de priester en de kwast over je heen. En ik weet nog dat de laatste tsarina zei, zo'n hele conservatieve vrouw. Ja. Van, oh, al die lijfeigenen knielen allemaal voor ons. Zie je wel hoe populair wij zijn. Oh, ja. Maar het was een soort, het was analfabetisme. Het was middeleeuws. Ja. Het was mensen op berkenbasschoenen. En alleen de elite was rijk. En daardoor kon er een door het communisme ontstaan. Ja? En dat maakt natuurlijk ook dat... waar ik een zekere trots op heb... hoe krijg je van een land waar toen 150 miljoen mensen wonen... arme sloepers nogmaals... dat die toch geletterd gaan worden. Dat hoorde ook bij communisme. Ja. Ja. En dan wil ik het niet over Stalin hebben. En dat is een aparte lezing. En niet over lezing. Nee, maar als we even nog bij Tolstoj blijven. En Dostoevsky. Ja. Dat is ook zo'n Tolstoj. Dat is eigenlijk een hele interessante figuur. Hè? Ja. Want had een enorm bereik. Ja. Toch? Ja. Ook, want dan heb je het over ongeletterden. Maar hij was zo populair. Dat ook die tsaren... Ze durfden hem eigenlijk niet aan te pakken, Tolstoj. Omdat hij zo populair was bij een groot gedeelte van de bevolking, toch? Mm-hmm. En dat is toch ook wel heel, heel bijzonder. Je had het in Frankrijk misschien een beetje met Victor Hugo. Nog iemand, zo'n intellectueel, zo'n enorm breed... publiek kon bereiken. Dostoevsky weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet zoveel over het persoonlijke leven. Maar ja, inderdaad, daar gaan we weer. Het is hoe dan ook de top, de elite. Ja. En in die elite was een groep pro-tsaar en pro-adel en conservatief en niet te veel verandering in ons land met lijfeigenen loslaten. Ja. Maar er was een andere grote groep aristocraten en grote mensen, alle de Tolstoys en de Turgenevs, die voelden, die zaten met een geweten. Mm-hmm. En die wilde deels dat contact met Europa hebben. Maar voelde ook wel van veranderingen moeten bij ons langzaam gaan. Maar in hoeverre imiteren wij alleen Europa? Ja. In hoeverre zijn wij niet op zoek naar de eigen ziel, wat ons volk is? Maar de grote lijn is, zij willen hervormingen. Deze elite met een geweten. Mm-hmm. Dus de Tolstoys, de Turgenevs, de Dostoevsky en nog tig anderen. Ja. Maar die kwamen natuurlijk in de problemen met dat grote conservatieve beleid. Hoe dan ook zij... Deze twee gaan met elkaar in botsing komen. Mm-hmm. En de ene groep wordt de slavofiele beweging. Ja. Ja. Dat is kort door de bocht allemaal. Ja, en de andere kant is de westerlingen. Oh, ja. En die westerse elite, kun je ook vandaag een beetje zo zien. Die wil vooral gericht op Europa zijn. Ziet de mooie dingen van Europa. Mm-hmm. Ziet een Charles Dickens. Ziet een koningin Victoria. Ziet al onze ontwikkeling in de 19e eeuw. Gaat dat idealiseren. Wat ook de verlichting heeft gebracht, uiteraard. Ja. Maar er is een groep, bijvoorbeeld Dostoevsky, die eerst zo pro-Europa was. Maar die zegt na in de loop van de jaren... Europa is ook wel heel erg op geld gericht. Oh ja. Europa is toch ook wel heel individualistisch. Dat strookt niet met onze ziel van saamhorigheid. Ja. De christelijke boodschap... Ja, dus, maar goed, deze zowel, twee punten. Zowel dus Dostoevsky als Tolstoj waren dus ook mensen die op zoek gingen naar iets specifiek Russisch. Ja. En ze zijn allebei christelijk. Ja. Zwaar christelijk. Kan je daar iets over zeggen? Over dat ik heb bijvoorbeeld die
Nou, misschien als uitgangspunt. Even. Ik heb zelf dus die confession van... Of ja, ik kan het niet in het Russisch lezen... maar dus die bekentenis van Tolstoj gelezen. Hè, waarin hij dus ja, enorm lyrisch... en voor iemand die zelf verder niet gelovig is... ik heb geen geloofsovertuiging. Ik ben een scepticus of een atheïst of een agnost... hoe je het ook wilt noemen... ik doe er niet meer zoveel aan als vroeger, zeg ik dan altijd als schijntje aan het atheïsme. Maar nog wel voldoende. Dat als ik dat verhaal van Tolstoj lees, dan denk ik, nou, we kunnen toch ook wel een beetje zin geven aan ons leven zonder die diep christelijke boodschap. Hè? Maar dat is totaal uitgesloten van Tolstoj. Hè? Je moet dus helemaal daarin meegaan. En het leven is ook werkelijk niks waard zonder het evangelie. Hè? Ja. Nee, maar dan gaan we weer. Ook dit is een reactie op het heden. Maar dit is een groot verschil in ons westers denken en in ons en in het Russische denken. Slavische denken, laat ik het zo zeggen. Oekraïners hebben het ook sterk in hun karakter. Ja? En wij in de loop der eeuwen, gericht op handel, gericht op individualisme, vrijheid, democratie, prachtige eigenschappen. Ja. Maar wij hebben door onze welvaart in de loop der eeuwen ook iets ontwikkeld dat alleen dat het heiligdom is. Dus om in die 19e eeuw terug naar Tolstoj te gaan, die misschien niet alleen maar zich door de priesters, de metropolieten liet ringeloren. Gekker nog, hij kwam in conflict met de almachtige orthodoxe kerk. Hij wilde juist terug naar soberheid. Mm-hmm. Hij wilde terug naar het gemeenschappelijke leven. Hij wilde terug naar de echte boodschap. Wat het is om voor je naaste liefde er te zijn. Kunnen wij om lachen, maar ik zou graag met je een hele gesprek mogen hebben over Tolstoj. Want het is zo'n boeiende man. Ga nog even door. Wat is de verhouding van Tolstoj tot die Russische orthodoxe kerk dan? En vandaag de dag in Rusland. Jonge mensen van 30 jaar. Mm-hmm. Gave jongelui. Die ook het gehad hebben. Nou, en dan gaan we weer naar de extreme. Naar de excessen van de westerse wereld. Van hectisch, druk, geld verdienen. De excessen van het kapitalisme. Oh, ja. Omdat Rusland dat allemaal niet heeft kunnen bolwerken. Oekraïne ook niet. Zie je ook terugkomen. Dat kregen ze na het communisme in 30 jaar als het heiligdom. Europees zijn, liberaal zijn, homoparades mogen houden, transgender, de woke, de paaldanseressen, de criminelen, de kort door de bocht, dat amusement. Ja. Weg met Dostojevski, weg met Tolstoj, boeketreeks, nu musicals. Dus dat krijg je in 30 jaar. En je verliest je hele identiteit en je denkt, is dat westerse gedachtegoed? Wel helemaal geschikt voor ons. Mm. En zo ontstaat er vandaag de dag weer zo'n hele grote groep. Dat kan op economisch gebied zijn. Dat kan op politiek gebied zijn. Je ziet het bij Poetin terugkomen. En je ziet het bij ook mijn kennissen, mijn vrienden, bij de docenten, arbeiders, priesters terugkomen. Van in hoeverre zijn wij nu gedwongen, verplicht, maar ook happy om naar onze eigen cultuur terug te komen. Ja? Wat is onze identiteit? Dus veel jonge mensen van 30 gaan nu beginnen met duurzame projecten in Siberië. Ze krijgen van een paar euro grond aangeboden. Ze zijn daar ook bezig met het milieu. Ze zijn daar bezig met wanneer draait de wereld door. Op een manier van druk, hectisch zijn. Ja. Ik vind het toch een hele bijzondere ontwikkeling. Het moet niet doorslaan in de andere kant. Grijpt het mij ook naar de keel? Absoluut niet. Ja, dat is ook een neiging. Maar de Tolstoj, die heeft zoveel volgelingen tot op de dag van vandaag. Mm. En het is terug naar de normen en de waarden. Ja. En het is terug naar een combinatie van het communistische, misschien atheïsme, met de ratio in combinatie met het christendom. Mm-hmm. Maar dan zien wij vooral, Paul, gelijk weer kerken voor ons waarbij je braaf zit. Ja. Een van de dingen in de orthodoxe kerk die ik heel prettig vind, is niet alleen de rust waar de mensen behoefte aan hebben. Ik weet niet of je wel eens in de orthodoxe kerk bent geweest, maar Mooie die kaarsen en die orthodoxe gezangen. Ja. En die Russische bevolking die de afgelopen 30 jaar door allerlei excessen ging.
die dus weer op zoek is naar wat bedoelde Tolstoj? Of wat bedoelde Dostojevski? Of wat vind ik bij de orthodoxe kerk? Wat is het christendom? De stilte ervaren. Mm. Het mystieke leven wat zij veel sterker ontwikkeld hebben dan wij. Ja. Nu merk ik het ook, want ik zit altijd met mijn westerse geest... bij ze te pushen. Van begin nou eens met een politiek stelsel. Begin nou eens met die democratie. Ja. Ja? Zij zeggen, we hebben de democratie in de jaren 90 met Jeltsin hebben we even genoeg gehad. Mm-hmm. Ja? Wij kiezen nu... Oké, ze hebben dat niet zo ontwikkeld. Dus daarmee gaan ze wat meer akkoord met een autoritaire macht. Maar zeggen ook, wij willen naar de dacha gaan. Ja. Wij willen gewoon wat meer in rust. En jij altijd met je vragen over VVD en SPD en ik weet allemaal niet wat. Zet voorlopig Marie-Thérèse kiezen wij voor rust. Wat meer geen revolutie, maar een evolutie. Mm-hmm. Wij willen onze eigen identiteit hebben in rust. En dat maakt dat ze dat voorrang krijgt bij dat politieke stelsel... wat wij juist zo normaal vinden. Ja. Ja. Kijk, ik heb altijd... ik moet je heel eerlijk zeggen, ik... je krijgt altijd... Als je vanuit een wat meer, ik noem het dan maar even nuchter, seculier kader, die later Tolstoj gaat lezen, dan krijg je een beetje de kriebels een beetje van het enorme geëxalteerde daarvan. Hè? En bij Dostojevski, dat als, wat is het, als God niet bestaat, is alles verloren. Denk, God bestaat voor mij niet, maar ik heb niet het gevoel dat alles verloren is. Het is niet zo dat ik nou totaal beroofd ben van de zin van mijn bestaan. En ik heb ook niet het gevoel dat ik helemaal nu de basis onder mijn waarden en normen totaal is weggeslagen. Nee, je kunt toch je kunt je redelijk als mens tot mens verhouden met een moraal, zonder dat dat een religieuze grondslag heeft. Dus in die zin ben ik ook altijd een beetje, prikkelen ze me ook altijd een beetje, die Dostojevski en die Tolstoj. Maar ik moet zeggen dat ik, wat natuurlijk wel een vraag is, dat is uiteindelijk hoe je toch een zekere, identiteit van je beschaving kunt hooghouden op louter seculiere premissen. Dat is de vraag, hè? Mm-hmm. Want als je de uitgangspunten van de Europese Unie, van de landen die bij de Europese Unie zijn aangesloten, en als je de foundational text gaat lezen, dus de teksten van al die Europese instellingen, dan is het eigenlijk allemaal seculier. Mm-hmm. Ze wijzen niet één godsdienst aan, want op het moment, en naar mijn smaak ook terecht, want op het moment dat je één godsdienst aanwijst als de grondslag van het hele politieke gebeuren, dan sluit je een hele hoop mensen uit. Mm-hmm. He? En dan hoef je nog niet eens naar Saoedi-Arabië te gaan kijken, maar dat heb je al met Groot-Brittannië. Mm-hmm. Dat je daar een Anglicaanse staatskerk hebt, is strikt genomen moeilijk te verdedigen. Dan kan je wel zeggen, dat is allemaal traditie dat is toch ook niet zo erg en ze geloven bijna niks meer en zo, dat is allemaal raar. Ja, Amerikanen, wat stelt dat nou verder voor? Aan de andere kant, het is wel zo dat als jij een multi-etnische, multicultureel samengestelde bevolking hebt, dan zeg je eigenlijk van een heel groot gedeelte van, jongens, jullie doen niet mee, hè? Want aansluiten met de staatskerk, of niet, dat is het enige. Dus ik begrijp wel dat het officiële uitgangspunt van West-Europa moet zijn een vorm van secularisatie. Een secularisme. Dus de scheiding van kerk en staat. Ik zie althans niet in hoe je voor de hele bevolking een bindend verhaal kan hebben. Als je een groot gedeelte van de bevolking uitsluit. Ja. Aan de andere kant constateer ik ook dat wel voor heel veel mensen wat is het? Het is te steriel, het is te slap, het is te weinig bindend, het is onvoldoende motiverend. Hè? Je kan misschien ook zeggen, het is het secularisme is zo weinig motiverend dat mensen nu naar allerlei andere dingen gaan zoeken en zich soms daar op een
totaal krampachtige manier in vastklappen. Dus met het LBGTQ-gebeuren en overal die regenboogvlaggen. Die moet ook overal worden gehangen, alles. Dat op advocatenkantoren, de ING, allemaal. Ik bedoel, wat is het nu? De beweging van Willem Engel, die is nu, die krijgt bij de ING geen bankrekening meer. Ja. Binnenkort wordt het zo dat als je die regenboogvlag niet wil ophangen, dan kan je geen bank meer krijgen. Dus er wordt zo gedramd, als het ware. Ja. Dat mensen bepaalde dingen moeten. Ja. Ik bedoel, daar word ik ook een beetje rust van. Hè? Ja. Dat je zegt van ja, hallo. Ik heb geen zin in alles. Om in alles mee te gaan doen wat jullie me opdringen. Ja, dat zeg je goed. Ja, ik weet niet of dat ergens op slaat, maar goed. Ja, nee. Het grappig dat je daardoor iets meer met de rust kunt vereenzelvigen. Daar zit, maar religie niet al te veel zien van conservatisme. Uiteraard, dat is er wel. Ja. En daar schrik ik ook soms van in de met de processies. Maar het ligt eraan welke priester je hebt en welke metropoliet. Daar zijn ook hele ruimdenkend prachtige mensen bij die de ruime boodschap verkondigen. Maar het is meer een mix van dat atheïsme en vandaag de dag die zoektocht weer naar die oude Tolstoj of Dostojevski van het christendom. En de Byzantijnse kerk. En natuurlijk het hele ritueel eromheen. Maar het communisme, laten we dat niet vergeten, daar blijf ik mijn bewondering voor houden. Het was een land met zoveel armoede. En alleen de elite, gescheiden in de westerse kant en in de slavofiele kant, maar de elite kon reisjes naar Europa maken en kon pretenderen met de mooiste paleizen en Katharina-afstammelingen en de mooiste titels. Maar als het communisme komt, dan heeft in de jaren 70, is daar, of eigenlijk in de jaren 60, zijn daar zeker kerken verwoest. Massaal, uiteraard al in de Stalin-tijd, maar nog even, ik kan soms even de Stalin-naam niet meer horen. Hmm. Omdat de afgelopen half jaar ook iedere krant die je openslaat, gaat weer in op Stalin. En dat is een gruwelijk hoofdstuk. Ja? Ik heb zelf op een kolgoze gewerkt, waarbij ik genoeg boertjes in mijn studententijd nog heb gehoord hoe ze, als ze nog een icoon in huis hadden. Dat ze verbannen werden naar de gulag. Dus, maar oké, dat is een aparte leven. Over welke tijd hebben we het dan? Ik kwam in 84, dus dat is Tsjernenko-tijd. Toen echt al. Midden in het communisme. Maar was dat toen nog zo? Dat was het atheïstische propaganda, het staatsatheïsme was dus in die tijd nog zo sterk. Nee, pardon, de Stalin-tijd. Oh, dus 53. Na Stalin komt Gorbatsjov. Ja. En Gorbatsjov is in zekere zin absoluut een atheïst. Die ging ook door met het verbieden van religie zijn. Interessant, ja. Ja, aan de andere kant laat dat helemaal atheïstisch zijn. Dus mijn meeste kennissen, vrienden, mensen, ook de mensen hoog, laag, groen, links, alles, zijn atheïstisch opgegroeid. Ja. Ja? Maar wat is wel een mooi iets van het communisme geweest? Ik blijf zeggen, om een land van de middeleeuwen, als het ware, op te tillen. Dat er in 1920, 1930 mensen allemaal naar school moesten. Eskimo's, de tundra-bevolking, die werden allemaal verplicht om naar school te gaan. Maar nu geen religie meer. Dus alles is nu ratio, atheïsme. Mm. En in de jaren 60, 70 krijgt dat een versnelling waarbij ik het ongelooflijk bijzonder heb gevonden. Dat je in Rusland zoveel hoogopgeleide mensen hebt. Ja. Van techniek, in de medische wereld, cultuur, grote ontdekkingen met de ruimtevaart. Wat kunnen wij veel met die mensen? Ontzettend veel. Maar ze waren atheïstisch. Er was geen kerk. Ja, het is interessant dat je dat zegt, want dus dat. Ook dat atheïsme had dus een bepaald beeldingsideaal, of ze hadden dus een bepaald. Bepaalde ambitie tot het opvoeden van de bevolking, tot de verheffing van de bevolking in een zekere zin. Je hebt dat overigens, vond ik, ook in en dat is dan, dacht ik, volgens mij iets minder gekoppeld aan het communisme. Maar je hebt het ook bijvoorbeeld in Frankrijk, vind ik. Hè? Als je in Frankrijk komt,
In Vaison La Romaine, dus een camping gezeten. En dan zie je daar op de, de campingwinkel. Dan hebben ze zo'n staande boeken. Hè? En daar staat allemaal kritiek de la raison pure van Immanuel Kant. Hè? En de boeken van Hegel. En zo. Dan denk ik, nou, ze zullen toch niet vanuit dat tentje denken van, oh, laat ik eens aan de kritiek de Rijn en Vernoem van Kant gaan beginnen. Nu, weet je wel? Alsof je dan denkt, nou, maar die Fransen, die, dat weten ze natuurlijk ook wel. Ja. Maar toch vinden ze dat goed dat dat zo, om dat allemaal te laten zien. Hè? Mm-hmm. Dus daar is een, ook die voortdurende, je moet dan toch even een boekje hier zo in je hè, waar je mee voor dag heb je in je zak en zo ga je het café in, weet je wel. Dus er is iets van, dat moeten we hoog houden. Een enorme belangstelling voor het cultuuronderhoud. Maar is voor dat het ook bij de gewone man in Frankrijk in de mode geweest? Ja, nou ja, ik weet het niet. Die was natuurlijk voorwerp van voorwerp van zorg misschien, dan dat hij dat zelf zou doen. Maar ik toch wel in de jaren, dat ik veel in Parijs kwam. Ik vond toch allemaal, men zit in de metro, zit wel te lezen. Ja, kom, je zit nu allemaal een iPhone te kijken natuurlijk. Mm-hmm. Maar boekhandels met een enorme rijkdom, wat er allemaal wordt uitgestald aan wat er allemaal te lezen valt. Dat heb je in Groot-Brittannië, heb je dat helemaal niet. Heb je een veel, men schaamt zich nog net niet. Ja, misschien nu inmiddels ook wel. Men schaamt zich voor de eigen koloniale geschiedenis. Mm-hmm. En dat is totaal, hè, door de anti-koloniale wordt het eigen land erg besmeurd. Mm-hmm. Zwart gemaakt. Het is enorm belangrijk. Dat heb je in Nederland nu ook. Enorm belangrijk voor de zwarte bladzijde van de Nederlandse geschiedenis. Hè. We raken niet uitgepraat over het kolonialisme. Er is nu onlangs dan weer zo'n enorm onderzoek is er aan Nederlandse universiteiten uitgezet. Gaat 5 miljoen naartoe, allemaal weer om te gaan kijken met Indonesië. Nou, je weet al wat er gaat uitkomen. Ja, het was allemaal verschrikkelijk. We zijn een volk geworden van slavenhouders. In onze beleving dan allemaal. En dat doen ze in Frankrijk niet, maar dat deden dus die communisten ook niet. Ze hadden toch wel een bepaald beeld van wat ze wilden zijn. Mm-hmm. Jij bent overigens gedacht niet zo'n aanhanger van Karel van het Reven, hè? Dat was mijn kennismaking mijn kennis, maar ik heb niet veel kennis, maar met een beetje kennis wat ik dan voor Rusland heb. En ik genoot er allemaal van de geschiedenis maar van Karel van het Reven. Ik spijt me, maar hoe kom je hierbij? Hij is mijn docent en ik ben echt een fan van hem geweest. Oh, vertel eens wat over hem dan. Ja, was ook een oud Leidse hoogleraar. Ik vind dat ze in Leiden heel weinig met hem doen. Ik vind dat een van de grote grootheden in de Leidse universitaire geschiedenis. Karel van het Reven. Ik heb gesmuld van. Ik ben blij dat het verzameld werk er nu al is. Sublime stijl, toch? Okay. En ook realistisch. En ook op een gegeven moment, hij heeft nog meegemaakt dat het allemaal zo gedenigeerd werd, dat Russische denken. Maar de humor die hij erbij heeft. Je en de Russische avonturen. Ja, ja, ja. Oh, ja. Wat leuk. Ja. Geweldig. Ja, colleges. Nee. Russische literatuur, wat gaf hij? Ik vind hem heel erg literatuur bij hem gevolgd. Oh. En ook het begrip wat hij had voor de Russische mensen. Dus de communistische boek, mensen. De geschiedenis van de Russische literatuur. Dus dit heb jij allemaal gewoon gehoord. Ja. Je hebt misschien nog wel kritische vragen gesteld tijdens de colleges die hij hier verwerkt heeft. Ja. Want hij gaf op een gegeven moment Karel van het Reven volgens mij ook dan iedereen die nog een fout kon vinden, die kreeg toch, die kreeg je een gulden of je kreeg als je nog een fout erin vond. Geweldig, vond het leuk. Ja. Wat geweldig zeg. Ja. Nee, het is absoluut. En ik vind het ook heel belangrijk hoe hij de communistische tijd niet alleen negatief beschreef. Ja, ik geloof ook dat deze kennis van Karel van het Reven is. Maar net zo goed omdat ik in de maatschappij terechtkom. Mm. En voel ik dus dat communistische denken. Nogmaals, ze hadden geen luxe auto's, huizen zoals wij hadden. Maar zij hadden een andere manier van scoren. En dat is
Ik blijf ook zeggen hoe die mensen hoger opgeleid zijn. Wat we daarmee kunnen. Wat er voor een drama nu aan de gang is. Dat we dit land gaan missen. En dat dat land naar China gaat zwaaien, zeg maar. In wezen hebben veel meer met onze cultuur. We hadden het al over Dostoevsky, Tolstoj, de Turgenevs, de Tsaren enzovoort. Maar het is dramatisch dat communisme... heeft heel veel goede dingen aan de mensen gebracht. Niet over Stalin en niet over Lenin. Ja. Hoge opleidingen, cultuur, stuk beschaving ook. Ik herinner me ook nog altijd hoe ik in de concertzalen... toen nog als Westerse student met een spijkerbroek naar binnen ging. Dat kun je traditioneel vinden, maar daar was het gewoon... Maar je kent de hele strovers uit je hoort. Tsjechov tot en met de concertzalen. Vandaag de dag is dat weer helemaal terug... Vandaag de dag is dat helemaal terug. En je moet je voorstellen, ik snap dat communisme niet functioneert. Want dat het economisch kan het niet het volhouden. Maar de mensen kwamen toen terecht in de vrije markt. En die vrije markt, dat is dus helemaal fout gelopen. Daarmee hield het ook op met gratis concertbezoek, gratis theaters. Zo goed als de grote schrijvers met elkaar delen. Het gedachtegoed. Je bent ineens nu failliet. En een heleboel mensen hebben ons ook als voorbeeld gezien. En hebben er 30 jaar over moeten doen... dat wij in Europa heel veel moois hebben. Heel interessant allemaal wat je zegt. Maar ook een hele kleine opmerking ertussen. Ja. Dit systeem is ook niet houdbaar met de massamigratie. De verzorgingsstaat stort in elkaar. Onder invloed van de massa. We denken nu allemaal nog, dat is allemaal goed hoor. Open grenzen en dit en dat. Kan ook niet. Ja. Maar we hebben het nog niet door. Nee. Althans, de meesten hebben het niet door. Nee. Dus ook dit systeem gaat in elkaar storten. Ja. Maar nou even terug naar Rusland. Het is interessant wat je daar allemaal zegt, want... ik had vroeger een neef in Australië, dus ik ging nog wel eens naar Australië. En dan maakte ik soms zo'n tussenstop, bijvoorbeeld. Dan is in Singapore, dan is in Thailand, Penang ben ik geweest. En dan kwam ik in zo'n stad en dacht, wat moet ik hier eigenlijk doen? Ik wist niks. Te doen. Mm-hmm. Hè? Er ging zo'n tempeltje in, maar het zei me eigenlijk allemaal niks. Je kan er een beetje tegenaan. Het is zo'n andere cultuur. Mm-hmm. Ik wist echt niet wat ik daar moest. En dan ging ik bijvoorbeeld naar de British Council of zo, die er zat. En dan stonden daar wel een paar boeken in de kassen. Dan kon ik een beetje lezen. Maar verder wist ik niet veel. Dat is misschien heel geborneerd van mij, maar. That's what it is. Maar als ik naar Rusland zou gaan, waar ik nooit geweest ben... dan denk ik, in Sint-Petersburg wil ik naartoe. Je wil naar die musea toe. Er zijn zoveel dingen die je wel ook verbinden met die Russische cultuur. Jij hebt dus ook, want je bent ook reisleider geweest... of je bent het nog steeds, daar wil ik iets over horen. Je ging dan met groepen mensen daar naartoe. Is dat nu allemaal... Kan dat nog? Nee, neem ik toch aan. Dat stort dat allemaal in elkaar. Hoe is dat nu? Je bent, vertel daar eens iets over. Je bent dus verbonden aan de Rusland en Oost-Europa Academie. En is dat ook de academie die ook reizen verzorgde naar Rusland? Ja. Dus al vanaf de 91, ik was net afgestudeerd Russisch, ben ik in Amsterdam, uiteraard na de studie, begonnen in Moskou met na je studie eigen waar? Bureau. En welke universiteit? Amsterdam? Ja, ja. Russisch en Ruslandkunde. Ja. Oost-Europa-kunde toen nog. Maar in Moskou, het leven zelf was... zijn we begonnen met reisbureau. Zijn we begonnen dus met zakenmensen begeleiden. Zijn we begonnen met handelsmissies gaan benaderen. Zijn we begeleiden met studentenprojecten. En de wereld ging open. Prachtig. Ja. En ook al waren het hele moeilijke jaren in de jaren 90. In 2003 hebben we een vervolg gedaan om in Nederland juist een instituut op poten te zetten. Waar aandacht is voor lezingen, voor tsaren, voor schrijvers, voor cultuur, voor alles. En dat voor vertalingen. Deze academie geworden. Ja. In Arnhem. In Arnhem. Ja. 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 En hoe gaat het dan nu mee? Nou, heel jammer. We zijn 20 mensen verloren, uiteraard. Dat is verloren in die zin, ontslagen. Alle freelance, docenten, Oekraïens, Russisch. Hoeveel mensen werkten er dan daarvoor? Twee in Moskou, twee in Kiev.
En we hadden, nou ja... En dat valt helemaal weg nu? Ja, heel jammer. Oké, okay, dat was coronatijd moeilijk. En daar komt nu de oorlog. Ja, oh, je wordt eigenlijk een beetje door twee grote gebeurtenissen getroffen. Mm. Eerst corona en dan nog eens een keer nu de... Ja, hoe moet het met de Hermitage bijvoorbeeld in Amsterdam? Ja. Dat was toch ook een hechte samenwerkingsrelatie tussen het museum daar. En ze hadden geloof ik een Russische directeur. Of in ieder geval iemand die toch wel erg belangrijk was voor dat museum. Ja. Dat is natuurlijk ook allemaal nu een stuk moeilijker geworden. Nederlandse directeur. Het was... ik was in februari zelf in shock. Ook al onze evenementen, of dat nou grote pianoconcerten zijn in de kerk in Nederland, of het waren grote Catharina de Grote voorstellingen, het waren grote evenementen met Russische koren, orthodoxe muziek, Tolstoys, alles cancel. Ja, dat is, maar geen gezeur daarover. Ik weet dat ook veel zakenmensen dupe zijn geworden. Ik zie het nog voor me in maart dat meneer Voerman met alle vrachtauto's terugreed uit Moskou om bij de IKEA's en alle Philipsen maar nog de bureaus en de stoelen weg te halen. Het was zakenmensen in paniek. Het waren studentenuitwisselingen. Ja. Het waren Duitse bedrijven voor wie we ook werken. Alles kapot. En weet je, het is 1000 jaar met ons verbonden. Ja. Met alle kritiek die we op dat land mogen hebben. Hmm. En alles wat er is gebeurd. Wat hier voor een wereldverschuiving aan de gang is. Dat we zijn ons niet half van bewust. En wat we ook van dat land hadden kunnen leren. Waar we 30 jaar voor. Ik niet alleen. Met mij 1000 anderen. Hmm. Die aan de alarmbel hangen. Op politiek gebied. Hmm. Op literatuurgebied. Hmm. Op gebied van Frank-Walter Steinmeier in Duitsland. Parlementariërs. Amerikanen. Geweldige Amerikanen. Naast die neoconservatieve machthebbers in Amerika. Ja. Ja. Ja, wat hier gaande is. En wat een wereldverschuiving. Rusland gaat door. Rusland gaat, is autarkisch. Ze kunnen zich redden met gas, olie, met graan, met hun eigen voorzieningen. Ze zijn gericht op China, ze zijn gericht op India. Maar de machteloosheid die Russen hebben, die ook zoiets denken, nu gaan we weer terug naar de muur erop. Geen contact met jullie. Wij horen in Europa. Ja? En dat kan zijn de elite, maar het kan ook zijn het gewone volk. Want Paul, ik vraag me ook af, los van het afgelopen half jaar, hoe kan het dat er in Nederland weinig mensen zich deze vraag stellen? Waarom een 80% van de Russen zo boos zijn geworden op ons? Gaat dan niemand daarna op zoek met dat land waar ze zo graag bij wilden horen? Dat is inderdaad een beetje vreemd, ja. Ja, ja. Omdat er op dit moment is het dominante narratief het volgende, volgens mij. Ja. We hebben in de wereld, ik geloof dat het er 193 zijn, maar ik zeg altijd, we hebben in de wereld ongeveer 200 natiestaten. Ja. En die 200 natiestaten zijn zelfstandig, die hebben hun eigen soevereiniteit en het ene land wordt niet geacht het andere land aan te vallen, binnen te vallen. Ja. Oké, goed uitgangspunt zou ik zeggen. Dat is zoals de wereldorde is ingericht. Die 200 natiestaten, dat is het. Nou, wat is er nu gebeurd? Er is nu één land geweest, een heel machtig land. Die is een ander land binnengevallen. Mm-hmm. Nou, dan is dus het land dat binnenvalt is schuldig aan wat er is gebeurd. Mm-hmm. En verder hoeven we niks te weten. Mm-hmm. Wij gaan niet meer ons verdiepen in de verschillen. We gaan eigenlijk alleen maar vragen wie. Wie is de agressor? Mm-hmm. Nou, dat is Rusland. Mm-hmm. Wat die Russen er verder mee te maken hebben, weten we niet. Maar we kunnen in ieder geval naar één man wijzen. Dat is Poetin, die heeft dat gedaan. Mm. En einde discussie. Mm. En dat is ook in de politiek is het geval. Dat is in de Tweede Kamer het geval. Mensen weten ook, nee, ik heb dus die ik kan niet eens debatten noemen. Maar
ja, wat is het nou? Ja, meneer Zelensky, die wordt op een groot scherm. Mag die praten in de Tweede Kamer? Het is al volstrekt duidelijk dat dat de held is. Er is helemaal geen ambitie om iets verder te weten te komen over de achtergrond. Daar was dit boek voor mij ook zo interessant. Want ik wist er ook, heel eerlijk, ik wist er ook niet zoveel van. Maar je moet toch op zijn minst even kijken. Wat zijn de achtergronden? Ik wil wel een versteer zijn. Ik wil wel een Poetin-versteer zijn, maar ook wel een Biden-versteer. Ik wil Biden wel begrijpen hè, wat hij doet. En uiteindelijk is toch versteen wat je moet doen om een heel klein beetje verder te komen in de situatie waarin je nu zit. Kijk, mijn voorlopige standpunt is daar nu. Maar het is echt, hoor, ik zeg het in alle bescheidenheid, want ik ben een amateur geopolitiek. En ook wat Rusland betreft, van oké, je kunt dus de aanval verwerpen. Tegelijkertijd constateren dat er hoogst ongelukkig is geopereerd door de westerse machten vanaf 1991 tot aan 2002. En het derde punt is dan, op de een of andere manier moet er een diplomatieke oplossing komen. Je moet tot elkaar komen. Hè? Wat Kissinger zei dan, nou, dat is echt toch ook wel een beetje een havik. Die is er niet vies van om de Amerikaanse belangen te verdedigen. Dat eens kom je aan de onderhandelingstafel. Kom je terecht. Eerlijk gezegd vind ik dat redelijk. Dus dat is mijn drietraps raket. En die drie dingen, daar moet je een verhaaltje van maken. Maar men kent nu alleen puntje 1. Dus wie is de agressor? Einde discussie. En huppla, voort naar verder met de oorlog. Het is dramatisch. En daarin zou ik ook, je brengt mij weer naar het heden. Geef ik eerlijk toe, slaap er haast niet van. Ik zit op het Indiase nieuws, Chinese nieuws, Al Jazeera, Russische nieuws, Nederlandse nieuws. Ga me niet alleen vertellen dat Rusland totale staatspropaganda heeft. Ik heb nog nooit zoiets in mijn eigen Nederland meegemaakt. Wat wij ook voor een brief hebben geschreven naar Mark Rutte. Nogmaals, niet alleen ik. Met mij zijn honderden andere kenners. Waarom niemand er doorkomt. Nederland, het is ieder uur krijg je een portie anti-Rusland over je heen. En het is dramatisch. En tot op de dag van vandaag. Totaal onrustig hierover. En Poetin, Russische regering, is verantwoordelijk voor dit drama wat zich hier afspeelt. De eerste die dat zal zeggen. Ik zit midden tussen Oekraïners en Russen. Ik zeg ook, Amerika en daarmee Europa is verantwoordelijk voor deze oorlog. En dat is een heel hard statement. Ik heb 40 jaar studie gemaakt. Ik ben een westerse vrouw. En ik weet te goed wat Amerikanen mij voor een mooi denken hebben gebracht. Aan vrijheid. Ja. Aan je kunnen ontpoppen. Aan de Jeffersons, de Washingtons. Hoef ik niet over uit te breiden. Dus niet over Amerikanen. Behalve dat ze niets weten. Ja? Ze weten nauwelijks waar Oekraïne ligt. Ja. Dat is hun ontwikkeling de afgelopen jaren geweest. Zoveel welvaart en zoveel McDonald's. Maar ook een totale culturele gemis. Dat je niet eens weet wie Shakespeare of Rembrandt is. Oké, dan komt die sterke kant van die Russen weer naar voren. Dus die twee staan tegenover elkaar. Maar het Amerikaanse neoconservatieve beleid... met de grote CIA in het spel en de Pentagon en die Wolfowitz-doctrine en het Joe Biden gebeuren. Het is zo gevaarlijk wat hier nu gebeurt. En ik kan niet anders zeggen, in december had deze oorlog voorkomen kunnen worden. Ja, dat is het nog één keer de vraag van Rusland. Na 30 jaar het vingertje van het Westen, van Europa. Ja. Hou op met die NAVO-uitbreiding. Oh ja. Maar geen gehoor geven. Alleen de Amerikaanse NAVO mocht bepalen wanneer dat wel of niet ging gebeuren. En dat hele spul erachter. En ik ben voor onafhankelijkheid. En ik ben heel erg voor Oekraïne met rust laten, zelf laten ontwikkelen. Ja. Hebben Russen ook nooit ontkend. Als ik er niet zelf getuige van was geweest.
hoe ik alle Victoria Nulands, hoe ik alle Clintons, hoe ik alle Sorossen door de straten heb zien misschien lopen. Misschien moeten we dan toch even die drie belangrijke momenten tussen 1991 en 2002, wat je in je boek glashelder beschrijft, maar misschien heeft nog niet iedereen dat gelezen. Dat is misschien toch nog even herhalen, vind ik. Ik zou het fijn vinden als we dat dus konden doen. Er zijn eigenlijk drie belangrijke momenten geweest. En ik vond dat je dat heel goed deed. Want wat ik dus ook gezien heb... Ik heb die film van Oliver Stone ook gezien. Hè? Aanraden voor iedereen. Ja, ja. Wat is het? Fire Online? Heet On het Ukraine, ja. Ja, ja, dat is dus een Amerikaanse... Nou ja, een bekende Amerikaanse regisseur... Mm-hmm. die een film heeft gemaakt over de achtergronden van de problemen in Oekraïne. Maar die film is... het gaat razendsnel. Het gaat veel te snel, vind ik. Nou, voor mijn gevoel. Mm-hmm. Je moet hem echt drie keer kijken om het een beetje... vind ik binnen te laten komen. Ja. En het voordeel van jouw boek is is dat je het rustig kunt doen en dat je het ook gesystematiseerd doet. He, dus die drie stappen in het oprukken van de NAVO en dan nu de ambitie in ieder geval om ook die NAVO aan de Russische grenzen te krijgen. Mm-hmm. Toch? Mm-hmm. Wat zijn die drie stappen? Kan je dat nog even... Ja, dus terug naar die atheïstische mens die failliet gaat. Ja. Dus alle ratio is weg. Ja. En dan hoop je dat Europa gaat samenwerken. En dat werd ook gezegd. Ja. Gorbachev is net overleden. En daar begint die hoop van alle Russen en Oekraïners. Wij gaan op ons Europa richten. Daar horen wij al eeuwen bij. Ja? Ja. Dus heel veel mooie ontwikkelingen. Maar in het kort ook... heel veel geplunder. En denk ik aan de William Browders. En denk ik aan tig mensen die ik mocht begeleiden in Nederland. Yeah. Ja, dat is de shocktherapie om ineens te verwachten... dat dat land kapitalistisch kan zijn, democratisch en de westerse normen aan kan. Ik geef maar één voorbeeld. Hoeveel Campina's heb ik aan mij horen zeggen? Maar Therese, die mensen zijn zo hoog opgeleid in techniek, in wetenschap. Maar ze begrijpen niet hoe je harder moet rennen. Hoe je denken moet aan het geld. Hoe je beter moet scoren. Hoe je snelheid moet hebben. Enzovoort. Dus dat is een onbegrip geweest in de westerse wereld. Dat had langzamer gemoeten. Duitsers hebben daar meer ervaring in. Dus de shocktherapie is fataal uitgepakt voor een heel groot deel van de gewone man. Ja. Die werd van wetenschapper, ingenieur, operazangeres, hoogopgeleide professor, werd ineens schoonmaker, werd werkloos, werd benaderd door de maffia, door criminelen. En daarnaast konden oligarchen heel erg rijk worden. Dat is fase 1, de jaren 90. Oké, en dan de tweede fase? Die is helemaal fout gelopen. Ja. De tweede fase gaat dus dat die Rus, die denkt dus vol onvermogen... was dat nou democratie? Ja. Is dat nou vrijheid? Ja. Terwijl we geen banen hebben, geen politie, geen veiligheid... en hoe moet dat verder? Ja. Ja? En dan komt er in Rusland een sterke man... die kunnen wij allemaal verafschuwen... en nu in het afgelopen half jaar is het helemaal niet meer mogelijk... om er iets over te zeggen. Ja. Ik leef er midden in de maatschappij. Ik heb gezien dat een sterke man in zo'n land... met een autoritaire traditie, met geen middenklappen denken... dat die daadwerkelijk het voor elkaar heeft gekregen... om wegen aan te leggen, om scholen op te bouwen... om het land weer waardig te geven, om uit van een failliet land uit schulden te kruipen, met alles wat er nog aan die Poetin gebeuren moet, of in het land gebeuren moet. Je ziet een opbouwfase. Mm-hmm. En die Poetin en die Russen waren ondanks de vernederingen en het faillissement nog steeds Europees. Bij het naïeve af. Mm-hmm. Europa helpt, het Westen helpt. Ja. Maar dat er in tussentijd dus heel veel gegraaid is en geplunderd. Ik zal geen voorbeelden opnieuw zoeken, want dat is allemaal nu kort door de bocht. Maar ik ben daar een realist geworden, ook wat betreft hoeveel Sybrit Lindens je daar hebt. Tot en met hele grote Elon Musks, tot en met hele grote... Dat wordt daar oligarchen genoemd en dat is... Maar daar komt bij... Dus dit is economie. Nu krijgen we naar de militair.
Ja. De NAVO heeft beloofd niet verder op te rukken. Hmm. Kunnen wij in het Westen allemaal wegwuiven en, ja, en ook zeggen van, nou, dat is nooit vastgelegd. In het kort komt het erop neer. Het is wel beloofd. Mm-hmm. Het is bij de naïeve Rus ook binnengekomen op een manier. We gaan samen optrekken, dus dat doen Westerlingen niet. Dat zou een toezegging geweest zijn eigenlijk aan Gorbatsjov. Ja, ja, door ja, ja. Wie? Dat is door, het, door de NAVO, door James Baker, destijds minister Buitenlandse Zaken. Minister van Buitenlandse Zaken. Ja, de tijdperk dus van George Bush. Ja. Ja, en dus Gorbatsjov die had de indruk van, nou oké, wat is het? Hij zou zich niet verzetten, Gorbatsjov, tegen de vereniging van de twee Duitslanden. Precies. En dan zou de geste die het Westen zou maken, we rukken niet verder op met die NAVO tot aan de grenzen van... Want de Koude Oorlog was ook voorbij. Dus waar was het voor nodig? Ja, nu nog twee militaire pakten. Ja, maar dus goed, wat dan de mensen die ik zal maar zeggen, nu even het narratief volgen wat dominant is in Nederland, in het hele Westen, zeggen, ja, maar kijk, die NAVO-organisatie is geen aanvalsorganisatie, het is een verdedigingsorganisatie. Mm. Dus die heeft niks te vrezen als die... Dus Poetin heeft niks te vrezen als die NAVO helemaal aan de grenzen van Rusland staat. Dat is dan eigenlijk wat er hun antwoord is. Ja. Het is buitenproportioneel hoe dit nagepapegaaid is. Ja. Ja? Alleen verplaats je in een ander wat er zou zijn gebeurd. Ja. Ja? Het is onderhand geen militaire organisatie meer. Het is gewoon een politiek-economisch instrument om onze manier van denken door te drukken. Mm. En wat de NAVO voor een boter op zijn hoofd heeft. En helaas zijn we in Europa daadwerkelijk niet krachtig genoeg om een stem te verheffen tegen Rumsfeld, die er destijds nog zat. Mm. En Dick Cheney en Rumsfeld. Daar is de ellende allemaal begonnen. Mm-hmm. Ja, de alleenheerschappij van Amerika, dat was belangrijk. De Wolfowitz-doctrine, op militair gebied heet dat full spectrum dominance. 800 basissen rondom Moskou, rondom Rusland. Dat moet doorgaan. De NAVO is een politiek-economisch instrument die de wil doordrukt. En je kunt zeggen, Polen, Letland, Estland, Hongarije. Is toch logisch, die mensen willen daar zelf bij horen? Ja. Ja? Eén is, dat vind ik ook. En dat mag ook. En dat is ook het oude Europa. Ja, ja. Maar twee is, als ik niet met eigen ogen opnieuw had gezien hoe er in Vilnius, hoe er in Warschau tanks door de straten liepen met Amerikanen erin, Britten erin. Dat is mooi. Maar bij scholing, bij kinderen zeggen, ja, jullie komen bij ons. Ja. En daar wonen Russen in die landen. Hè? Ja. Dus dat was ook een bepaalde vorm van indoctrinatie en met inmenging, zeker. Maar behalve dat, wat al die Rumsfelds daar in Warschau deden, hoe het voor de Polen aantrekkelijk was om in de jaren 90 een Ronald Reagan standbeeld weer te gaan onthullen in het park bij het Wassiliewski-paleis. Oh, ja. Hoe het helemaal in de mode was om George Bush te eren met de oorlog in Irak. Ja. Polen, die zouden ook bij de bevrijders horen. Het was het lievelingskindje van de Amerikanen. En nogmaals, prima voor de Polen. Je bent onafhankelijk, je maakt je eigen keuze. Maar daar is heel veel aan inmenging geweest. En heel veel. Maar nu kom je bij Oekraïne. Ja. Oekraïne is niet het oude Europa. Of we daar nou wel of niet over twisten. Ja. Ja. Maar één is de NAVO. Ja? Dat is voor ons niet zo erg. Wij horen bij het Westen. Mm. Ja? Maar voor de Russen is het iets geweest. Die NAVO heeft uiteindelijk een belofte gemaakt. We zouden toch samen optrekken. Ja? Dat was een heel belangrijk punt. Dus in Rusland je woord verbreken is erger dan bij ons. Ja. Wij kennen alles op de notaris vastleggen. Mm. Maar daar is het een hele heftige, dat zit in het karakter, hebben zij zo ontwikkeld. Je woord geven betekent, je houdt je daaraan. En als dan in de jaren 90 blijkt dat daar al het begin is met toch uitbreiden, kun je nog zeggen, oké, Polen, Tsjechië, Hongarije. Maar dan krijg je in de 2004 dat daar 7 landen bij komen. Kun je ook zeggen, moet allemaal nog kunnen. Ja. George Bush vindt dat kan. Ja. Russen vonden dat het niet kan. Ja. Maar dachten nog steeds, we moeten dan maar een knieval maken. Ja.
Bulgarije, daar... Roemenië, Slovenië, Slovakije, Estland, Letland en Litouwen. Een hele reeks. Dus, dat is 2004. Ja. Dus ja. In tussentijd, dit is de Bush-regering. Dit is ook Dick Cheney die dat allemaal wil doordrukken. Ja. Dit is ook meneer Rumsfeld die dat allemaal wil doordrukken. Mm-hmm. En natuurlijk de NAVO-kopstukken. Mm-hmm. En op dat moment heeft Poetin nog... dat onderschatten wij vandaag de dag. Dat een Poetin zwaar onder druk staat van de rechtse flank van de Haviken. Ja. Ja? Poetin heeft toch veel Europese, veel milder gedacht dan deze groep die nu aan het groeien is. Maar in 2002, heeft bijvoorbeeld iets daarvoor, heeft Poetin nog gesteld: jongens, het is voor ons wel niet makkelijk in Rusland, maar wij horen bij Europa. En die deed er alles aan om bij Europa te horen. Ja. Maar als het ware, laten we maar een knieval maken. En dan ook het NAVO-lidmaatschap aanvragen. Dat houdt ons uit de problemen en dan gaan we toch gezamenlijk door met het Westen. Nou, wat toen al de haviken en de gefrustreerden en het leger kwaad waren op die beginnende Poetin. Dus hier begint het al. Ja. Maar dat die man een knieval heeft gemaakt om toch erbij te willen horen. Maar je begrijpt, voor de Amerikanen werd dat op geen enkele manier getolereerd. Ik zal je een anekdote vertellen die je niet kent. En, maar is misschien toch leuk omdat ze hiermee te maken heeft. Ik was een tijdje geleden betrokken bij een stichting, Werkelijkheid en Perspectief, samen met Frits Bolkestein en Meindert Venema. En dan organiseerden wij bepaalde evenementen. Ja. En dan wilden wij daar, wat tegenwoordig heel weinig gebeurt, dat vonden we toen ook al, ook voor corona, ook voor Oekraïne, gewoon verschillende visies. De dingen die je nou niet hoort in de mainstream media, die je niet bij de NPO allemaal hoort, dat wilden wij dus laten zien. En we hadden toen een avond hadden we over de belangrijke uitdagingen, veiligheidsuitdagingen voor Europa en voor Nederland. Wat waren dat dan? En we hadden allemaal mensen uit het Nederlandse leger, topmensen uit het Nederlandse leger. Wat zien die als de belangrijkste veiligheidsuitdagingen? Ik moet je zeggen, toen was dit nog helemaal niet aan de orde met Oekraïne, maar ik ben heel erg bezig geweest met terroristische aanslagen. Ik heb in 2019 nog een boek geschreven samen met een kennis van mij over de religieuze motivatie bij terroristische aanslagen. Vaak islamistische aanslagen, jihadistische aanslagen. En we hadden dan onderzocht. Ja, er was op een gegeven moment, was er wel in 2017, 2018, 2019, er was elke dag wel ergens op de wereld een terroristische aanslag gemotiveerd door een jihadistische mindset. Elke dag! We hadden zelf, hebben we 2004, hebben we de moord op Theo van Gogh hebben we gehad. We hebben de Charlie Hebdo. We hebben in 2020 hebben we nog de moord gehad op Samuel Paty. Allemaal door mensen met een jihadistische instelling. Toen dacht ik, als je aan die legermensen vraagt, wat zien jullie als een belangrijke veiligheidsuitdaging voor de veiligheid? Dan kom je op Qatar en Saoedi-Arabië en Afghanistan en dit en dat. Mm. Niemand. Het leek totaal niet te leven bij deze mensen. Wat vonden ze allemaal heel erg gevaarlijk? Rusland. Allemaal Rusland. Het was allemaal eigenlijk... ik denk, hè? Het lijkt wel een toen was dus helemaal nog de Oekraïne niet aan de orde, hoor. Of Oekraïne niet aan de orde. Bij. Het was allemaal Rusland, Rusland, Rusland. Ik denk, we zitten toch niet meer in de Koude Oorlog toen. Hè? Maar het was toch... En dan dacht ik, dat is toch ook wel een bedenkelijke zaak. Dat je dus in die top van het Nederlandse leger... er eigenlijk niemand is die een heel klein beetje, een beetje tegengas geeft. En zegt, jongens, er zijn nog wat andere uitdagingen. Nee, het was allemaal Rusland. Ik denk, hoe kan dat? Ja, dus dat is ook een goede opmerking. Dat is reden 3. Dus economisch, zeg ik, is het niet goed begeleid. En net zo goed aan onze kant geroofd in dat land. Maar militair dus met die NAVO. Maar jij noemt nummer 3 eigenlijk op. Dat is een hele goeie. Vanaf het jaar 2000 komt er in dat land, na die chaotische wildwest en roofkapitalisme, een bepaalde orde en stabiliteit en veiligheid. Omdat Rusland had ook te maken met terroristische aanslagen. Van de Tsjetsjenen en de Noordoosten en het Westland gebeuren. Dus, maar daar is het toch voor elkaar
komen, in dit opzicht de regering Poetin, om daar een land van chaos, van een bananenrepubliek, van een Libië-toestand, waar ik ontzettend bang was. Ja, ik ben niet gauw bang in mijn karakter, maar dat was iets met nou ja, zoveel bendes. Dat je denkt, hoe heeft die man het toch voor elkaar gekregen om dit land op de rails te brengen? En met een zekere een bevolking die hem langzaam ging vertrouwen. Wat we er nu ook allemaal over zeggen. Dat is de enorme basis geweest. En op het moment dat hij nog mee wil met het NAVO-bewijzen van gedachtegoed. En de Amerikanen vertrouwt op hun mooie blauwe ogen met George Bush daar op de ranch. Tot en met het Irak-verhaal van nog mild. Van zouden jullie dat nou wel doen, Amerikanen? Want je brengt daar wel een Gaddafi. Dat was toen Saddam Hussein omver. Maar jullie hebben niet goed nagedacht over een plan B. Hetzelfde herhaalt zich in Libië. En daar begint Rusland wat alerter te worden. Maar nogmaals, het gaat op met Europa en het Westen. Vol met idealen. Wij gaan samenwerken. En dan blijkt gewoon bij Syrië, daar komt zo'n kantelpunt, dat Poetin toch probeert te zeggen aan Hillary Clinton, Obama-regering destijds, dat hij zegt van jongens, jullie hebben weer geen plan B. Wij doen hier niet aan mee. Het is onze achtertuin. Wij weten wat dat voor een kruidvat kan worden. En daar begint het protest te komen. En in tussentijd is daar nog bijgekomen dat in 2008 de NAVO verder wil uitbreiden naar Oekraïne. En dat is die achtertuin van Rusland. Ja. En dat land mag vrij zijn, is vrij. Hebben Russen totaal geen moeite mee gehad. Maar het is geen Polen of Hongarije, waar alleen Polen wonen. Of Hongaren. Ja. Maar Oekraïne, daar woonden toen nog 20 miljoen Russen. Van de 45 miljoen Oekraïners. Dus, de helft ongeveer. Ja, je hebt wel te maken met een heleboel Russen. En bij het oude Russische Rijk behoren. Ja, ja, ja. Dus Poetin heeft bij de NAVO-top gezegd in 2008... toen hij iets meer zekerheid had in eigen land, dat hij de boel op de rails aan het krijgen was van NAVO. We hebben lang geprobeerd met jullie voor serieus genomen te worden. Eigenlijk doen we niet mee. Maar wij zeggen dan nu ook aan jullie, tot hier, kom niet in onze achtertuin. Okay. Ja, en dat is. En dan komt 2014. Ja. En dat is de Maidan. En dat is, weet je, Paul, dat is cruciaal in Nederland. Please laat de mainstream media openstaan voor wat hier in 2004 is gebeurd. En dat het 2014. 14, thank you. Ja. En in 2008. Ik moest nog wel lachen van alle. Daar staan Hans van Balen en Guy Verhofstadt. Dat is die bekende foto van Hans van Balen en Guy Verhofstadt. Staan daar echt de revolutie te prijzen, aan te jagen. Goed, daar gaat die film van Oliver Stone over. Ja. Ja. En die wordt dan ook besproken, ja. En in combinatie met dat atheïstische, wat ik je net nog wilde zeggen, omdat wij begonnen met Tolstoj en met jouw filosofie en ook met de rechtspraak in Rusland. Ja, toch te weinig gedaan, maar dat gaan we volgende keer doen. Ja, maar dat is, als dat wil ik er even aan toevoegen, dat ik daarin het oorlogsgebeuren is te dramatisch wat zich nu afleert. Ik pleit voor de dialoog. Amerika, doe een knieval dit keer om die neutraliteitsstatus af te geven. Maar het volk, jullie zien de beelden bij de mainstream media van uiteraard Russen die gaan vluchten. Ja, heel belangrijk. Ik werk en woon zelf in deze groeperingen. Maar er is een heel groot deel, een 80%. Laten daar 10% van bang zijn. Laat een 70%. Wat is daar gebeurd met deze mensen dat ze achter hun regering staan? Want een fatsoenlijke Rus wil ook geen oorlog. Dramatisch tussen families en vrienden wat zich afspeelt. Maar terug naar die Dostojevski en die Tolstoj. En die dat atheïsme van de communistische tijd. Hier zie je het weer terugkomen. Van, wij moeten op zoek naar onze eigen identiteit. En dat is ook, niet dat oorlog daarmee goed gepraat wordt, maar Europa en vooral
Amerika heeft ons te veel dat vingertje gehad. Missionaringsdrang. Ja. Ook bedrog. Niet alleen van de NAVO, maar ook bepaalde grote ondernemers. En zij zeggen gewoon, tot hier Europa. Ja. Wij gaan de krachten bundelen. Ja. En dan keren we ons naar de andere kant van de wereld. En dan 2008, 2014, heel belangrijk. We gaan afsluiten, volgens mij. En we gaan afsluiten met cadeautjes. Want ik heb net een cadeautje van je gehad. En dan moet je me nog even gaan toelichten wat dat is. Dit is een kaars, die heb ik net van je gekregen. Oh. Ontzettend leuk. En waarom een kaars? Wat is het voor kaars? Gewoon een kaars. Dankjewel. Dat had ik even niet verwacht, ja. Oh nee, niet verwacht. Nou, nog iets wat je niet verwacht. Ik heb ook een cadeautje voor jou meegenomen. Een boek van mij. Bardot, Falacci, Welbeck en Wilders. Heb jij een idee wat deze vier mensen met elkaar te maken hebben? Brigitte Bardot, Oriana Falacci, Italiaanse journaliste. Michel Welbeck, Franse schrijver. En Geert Wilders. Ja, geweldig. Ik zit nog te veel in de stof, waardoor ik op dit moment even moet schakelen. Het zijn allemaal mensen, alle vier, dus ik ga je helpen. Alle vier deze mensen hebben te maken gehad met processen die er tegen ze gevoerd zijn. Vanwege hun vreemdelingenvrees, hun dissidente gedachten, eigenlijk over dat terroristisch probleem, wat ik net een beetje heb belicht. Dus dat is wat deze vier mensen gemeenschappelijk hebben. En dat neem ik voor je mee. Gewoon voor de gein. Maar dank je wel voor dit gesprek. Ik vond het echt ontzettend leuk. En ook, het is een fantastisch boek wat jij geschreven hebt. Want dat hebben we natuurlijk vandaag centraal hebben we dat gehad. Ik vond het ook heel leuk om nog eventjes een beetje over van het Reven te kunnen praten en over mijn held. Volgende keer moeten we het over Frederick Copleston hebben en over de Russian philosophy. Ja, geweldig. Dus ik hoop dat je nog een keertje terug wil komen. Fantastisch. Dank je wel. Dank je wel, Paul. Mij weer op de rails zetten, daar was die kaars voor. We geven soms met politie aanwezigheid in zalen, want dit is nu natuurlijk voor de kijker abracadabra. Ja. Maar de onrust en de Oekraïners en de Russen die elkaar de koppen inslaan, de lezingen in Nederland. En toen heeft Paul Cliteur op het juiste moment even me gezegd van, meisje, doorgaan. En dit. Heel goed. Ik ga een kaarsje branden. Dus het licht. En dat we geloven in het licht en mensen verenigen. Ja. En dat we niet met dat land voorlopig hopelijk afgesloten raken. Dus bij jou ook heel veel dank. Ja. Dank je wel.